Hallo, ik ben Desiree Stokkel. Het is 14 oktober 2015. Ik ben klaar met de MH17 nabestaanden. Zij weigeren de Nederlandse daders van de vliegcrash voor de rechter te dagen. En dat betekent dat ze actief meewerken aan het vervalsen van informatie. Die situatie kan leiden tot een burgeroorlog in Europa. Er is heel veel meer aan de hand dan je in de media terugvindt. Ik ben dus als Nederlandse vrouw in mei 2007 een rechtszaak gestart tegen Nederland, omdat de rechtspraak, de advocatenorde en de Raad voor de Rechtspraak politici helpen bij het stiekem folteren en vermoorden van Hollanders, zowel in Nederland als in het buitenland. De koninklijke familie werkt daar ook aan mee. In 2008 wist het Kremlin dit. Ik ben Dmitri Medvedev gaan e-mailen. Ik heb hem gevraagd: help mij het internationaal strafhof te dwingen te werken als eerlijke rechtbank. Dat heeft hij niet gedaan. Toen was de Georgië-oorlog er. En Medvedev heeft toen wel het dossier van die Georgië-oorlog in 2008 naar het internationaal strafhof gebracht. Dat was niet wat ik wilde en het is ook niet goed. Kijk, het Kremlin denkt wij stellen onszelf kwetsbaar op en dat is ook wel zo. Maar dit is geen probleemoplossing, dit is oorlog gaande houden. De voormalig president van Georgië was Saakashvili, getrouwd met een Nederlandse vrouw. Saakashvili is inmiddels verhuisd naar Oekraïne. Hij is daar gouverneur en hij heeft waarschijnlijk nu ook een Oekraïens paspoort. Het internationaal strafhof heeft 2014-2015 Oekraïne aangenomen als lid. Oekraïne erkent de autoriteit van het internationaal strafhof. Dat moesten ze wel omdat ze natuurlijk lid willen worden van de EU. Maar het Oekraïens onderzoek kan dus ook niets anders worden dan een vervalsing. Je zit nu binnen het internationaal strafhof met drie aantoonbare vervalsingen rond de MH17. Dat is Desiree Stokkel, hè, het dossier. Ik heb bewijs dat ik die rechtszaak ben gestart. Staat op mijn website. Ik heb bewijs dat Ban Ki-moon wil dat het ICC op eigen initiatief mensen vermoordt en oorlogen start. Dan heb ik ook nog wel bewijs dat David Cameron in Engeland er vanaf weet. Nou ja, en de Russen die laten mij aanlullen, maar dat is ook weer niet helemaal zo. Die gebruiken mij op een andere manier. Dat betekent dat door het liegen over de rechtszaak tegen Nederland binnen het ICC, het Georgië-dossier en het Oekraïne-dossier op grond van de MH17 onderzoeken zullen worden vervalst. Kijk, ik heb namelijk ook een internationaal strafhofrechtszaak gestart tegen Poetin, Medvedev, Obama, Clinton, Cameron en nog een paar anderen in juli 2011. Omdat zij dus weigerden het internationaal strafhof te dwingen te werken als eerlijke rechtbank. Nou, dan heb je die Oekraïne-oorlog, dan heb je dat gemanipuleer van Europa met Oekraïne en dat allemaal rond de MH17. Dan denk je van, oké, het is eigenlijk wel duidelijk, Stokkel. Wat is nou het probleem? Iedereen liegt, we weten het en het zal allemaal nog wel 30 jaar voortgaan. Nee, dat is niet mijn probleem. Mijn probleem is dat terroristen uit het Midden-Oosten weten hoe zij het internationaal strafhof en ook de Europese politiek moeten misbruiken om oorlog te starten. Er is momenteel iets gaande in Turkije waar ik een beetje boos over ben. De president van Turkije heeft de afgelopen jaren altijd met mijn dossier gewerkt. En hij heeft ook eigenlijk de koninklijke familie gebruikt en een beetje uitgelachen. Maar dat beetje plagen, beetje uitproberen, kan nu leiden tot een burgeroorlog in Turkije. Het is dus niet leuk. Kijk, de terroristen, uit welk land dan ook, weten dat ook Turkije het internationaal strafhof openhoudt als witwaspraktijk voor Europese leiders. En dat is begonnen als grapje, maar dat grapje kan nu eindigen in een burgeroorlog. En laten we nuchter zijn. Afgelopen week zijn meer dan 90 mensen vermoord voor dat grapje in Ankara. Snap je wat ik bedoel? Kijk, dan hebben we nu dat Europese leiders zeggen: ja, we willen die vluchtelingenstromen niet. Maar ze weigeren eigenlijk juridisch correct te gaan werken. Ze zeggen wel, we willen ze niet, we gooien de grenzen dicht, we geven ze sobere opvang. Maar dat is alleen maar een dekmantel voor het openhouden van het internationaal strafhof
als witwaspraktijk voor Europese leiders. Dus wat je krijgt is dat al die boze vluchtelingen, die voor de helft uit terroristen bestaan, straks exploderen. En dan exploderen ze letterlijk. Dan krijgen we niet alleen 97 doden in Ankara, dan krijgen we 100 doden in Amsterdam, we krijgen er 47 in Berlijn, enzovoort, enzovoort. Oh nee, Hamburg staat eerst op de lijst. Dus wat is nou mijn probleem? Mijn probleem is dat het internationaal strafhof door de media geholpen wordt bij het aanmaken van een burgeroorlog. En dat die burgeroorlog lacherig wordt ontvangen door onze Europese leiders. En dat is inclusief dictator Wilders. Er ligt ook een internationaal strafhofrechtszaak tegen Wilders. Dus iedereen is nu bezig met zelfmedelijden en met het presenteren van een nep-democratie. Zoals bijvoorbeeld dat Oekraïne-referendum. Je kan niet tegen het associatieverdrag met Oekraïne stemmen, omdat je niet tegen goed bestuur kan stemmen. Als je tegen Oekraïne bent, dan moet je met mijn juridische bewijsstukken gaan werken en zeggen van, we moeten het Volta-verdrag gebruiken, omdat we de mens op planeet aarde moeten dwingen het VN-verdrag, het Volta-verdrag, de mensenrechtenverdragen toe te passen, om in paradijs te leven. Kijk, als je iets wilt regelen met Oekraïne, over goed bestuur, stoppen van oorlog en stoppen met liegen over de MH17, dan zou je moeten beginnen bij het Volta-verdrag, omdat niemand nog het VN-verdrag uitvoert. Dan zou je mensen moeten dwingen het VN-verdrag uit te voeren. En dat gelul wat ze schrijven in EU is voor de helft onzin. WC-papier. Het kan door de schredder. Waarom? Omdat heel veel van die EU-wetten niet in overeenstemming zijn geschreven met het VN-verdrag en de mensenrechtenverdragen. Het zijn allemaal lobbyisten die dan iets op papier willen voor hun eigen bedrijf of voor hun eigen cultuurtje en dat dan gedaan krijgen. Dan typen ze daarboven EU-wet, EU-regelgeving en dan moeten wij, het volk, maar denken dat je dat allemaal moet gehoorzamen. Nou, die situatie gaat exploderen of imploderen, hoe je het noemen wilt. Ik praat altijd over imploderen als de bureaucratie verslechtert, over exploderen als je meer straatgeweld krijgt. Dus, wat moet het volk doen? Nou, het Nederlandse volk kan beter zelfmoord plegen, want wij hebben zo'n walgelijk, lui, infantiel, gewetensloos volk, daar kan je helemaal niks mee. Maar degenen die dan geen zelfmoord willen plegen, die zouden toch eens moeten gaan beginnen met uitvoeren wat ik nu al 7 jaar uitleg, 8 jaar uitleg. En dat is, je moet beginnen met het Volta-verdrag en het VN-verdrag. Dat moet je door de strot duwen bij politici, bij journalisten. En dan moet je je zaken gaan regelen. Dat is de enige manier om te voorkomen dat je je bedrijf verliest, je leven verliest. Of dat je meegezogen wordt in een burgeroorlog. Dag.